Hey, what up guys, it's your boy Danner met een gloednieuwe aflevering op mijn YouTube kanaal van Ratchet & Clank Rift Apart. We zitten op dit moment midden in de actie, namelijk de piraten trials van deze planeet. Hoe heet de planeet? Kunnen we dat zien, hoe de planeet heet? Ik zie het nergens staan. Maakt ook niet. Ardalis, ik zie het wel staan, super groot in beeld. De planeet heet Ardalis. En dat is een soort piraten slash tropisch-achtige setting. Een beetje geïnspireerd door Sea of Thieves lijkt wel. En we gaan de Pirate Trials zo spoedig mogelijk vervolgen. Als je er zin in hebt, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je niets mist van de serie of de afleveringen. En wil je mij op YouTube extra supporten, word dan snel een Denadenk kanaallid. Je krijgt een unieke badge bijnaam, unieke voordelen en je steunt mij enorm. The final. And so, Captain, what? Set sail in search of the fabled booty. But little did he know, his ship was being late. Behold ye, swashbuckler! Oei, deze had ik niet zien aankomen, maar we doen het zo. Oh kut, die zijn er al doorheen. Oké, mogen we... Wat? Doei. Kan ik al dan naar boven? Nee. What? Oké. Even kijken, die dingen zijn zo sterk, man. Net zoals de flitsmessen. En dit levelt je wapens heel goed op, bosses. Welke wapens wil ik levelen? Ik wil gewoon daarheen. Misschien moet ik dit wel doen.
Wow. Hoe ga ik daar ooit kunnen komen? Ik wil daar komen. Shit. Een robotpiraat. Oké, sick. He survived. I mean, huzzah! The captain is just up ahead. Nee, hier gaan we verder naar boven. Dat is niet de bedoeling. Ik moet het hier uitzoeken. Toch wel op deze manier. Ja, raritarium en dit. Ja, dit wilde ik gewoon doen, man. Ik wilde dit oplossen. Zo gek is het dus niet dat ik dat wilde oppakken, hè? Nee. Oh, er is hier nog meer. Oh, maar dat is onder de grond. Oké. Looks like Pierre was telling the truth after all. Let us see what is up ahead first. Uh-oh. Perhaps that means congratulations in Kraken. That doesn't make it any better. Die visjes. Wacht, ik hoorde hier doorheen te zakken misschien. Is niet gelukt. And what? What brings ye here? You're, in danger. The Emperor has a... Dimensionator? You already knew? Har, har! We bugged him! Greatest job we ever pulled! So actually, he's the one in danger! We could get ahead of the Emperor with that thing. Thing? It's me face! But you're not a robot. What? Ye dare! Wait, this dimension has a quark? Quark? It's quantum! Captain Quantum! Murderer! No, it's me! It be me! Quantum, see? Ye will pay for defiling our captain's head like that, both of ye. No! This is all your fault, Captain Quantum! You have to save me! My name's Ratchet! Will you give us the helmet? Ben ik dit? Nee, ik heb geen idee. Kut. Sick.
klopt dit wel qua kaart? Ik weet het niet, ik heb gewoon allemaal dingen opgepakt. Oh shit, het is hier fucking druk. Dimension's version of you, but we really should talk about this later. Captain, huh? Oh, I got volgens mij levelt dit op zich wel goed nu, door het gewoon voluit te gebruiken. Wat? Hij schoot dat ding uit de lucht. Nee, never mind dan. Dan gebruiken we wel gewoon iets anders, zoals een rocket. Are they gone? You tell me. Is that the last of them? Well, if I were their captain, I would be regrouping for a counterattack right now. But I'm not anymore. So who knows? That sounds ominous. Aha! We're nearly ready for takeoff! Quick, head to the upper control deck and prime our launch thrusters! Okay, we hebben alles gepakt. Netjes. Ik heb geen idee. Oh shit. What the heck is that thing? They've deployed the plunder beam! It's an ambush! And a perfectly executed one of that! Oh, I caught them well. Mop, koufront. Dingen stop. Ik gebruikte hem al die tijd verkeerd. Ik voel me een beetje dom. Oké, dan gaan we nu... Ja, we doen het al zo. Later, nerd. That's nice. Ah,
alarm uitzetten. Thunderbeam is down. All aboard! You know, you two make pretty good pirates. Would you ever be interested in joining my new crew? You'd each get a hat! Thanks, but maybe we should focus on escaping first before the pirates or the Emperor get here. Emperor? We'll be long gone before he ever gets close to me. Ik geloof er helemaal niks van. We are ready for takeoff. Initiate the launch thruster! No. No! They have a scuttler! You mean that ginormous cannon? It'll blow us all to Pocataru! You have to disable it! Oh nee, dit is. Ze zijn allemaal zo sterk, gap. Ratchet, we need to disable the scuttler fast. Right! There has to be something around here to use. Oh, ze heet ook de tweeling. Control crank. That has to be how we stop the scuttler, right? Just need to defeat these pirates first. Ja, oké, okay. komt goed. Ik probeer natuurlijk de wapens te gebruiken die ik moet levelen. Ja, bijna naar level 5. Yes. Oké. Okay. Dan naar ijs. En dan naar die. Het gaat ook allemaal zo perfect. Fair's fair. So, this Captain Quark, is he a pirate in your dimension too? No, he's a hero. Even though he's betrayed us, surrendered to save his own skin, taking credit for our... He's a hero?
Because no matter how many times he screws up, he's always there when it matters most. He never stops trying. The dimension's falling apart. The Emperor's all powerful, and my life's in danger. Perfect time for a career change. And there you are. What are you doing? Hero stuff! Quantum actually saved us. Arrgh, wow. Dat gaat onze rating. We must let Rivet and Kit know. We will, as soon as they're finished up on Sargasso. Hope everything's going well over there. Ja, die andere twee zijn op Sargasso, maar we zijn hier nog helemaal niet klaar. Kijk maar. We kunnen nog een spybot vinden, nog een gouden bout en er is nog een hele optionele objective. Ontdek wat de piraten verbergen in de kroeg. Dus daar gaan we lekker heen. Ik vraag me af of je niet sneller naar dat punt kan, maar volgens mij niet. Je moet er gewoon helemaal doorheen. Er zijn hier ook opnieuw visjes, zie ik. Wat triste. Top, mijn wapens zijn wel sterk, man, inmiddels. Zo, dat is voor de eerste keer dat ik ook zoveel heb, man. Ik zit op 52k. Hey, ze zijn allemaal vrij. What the fuck? Ja, dit is top. Show me what you got. Dit zijn wel andere enemies als die we er in eerste instantie waren, dus. Hey, hey. Well, you know it is quality. Bommenwerper, koppensneller. Zal ik het gewoon doen? We hebben toch weer een nieuw wapentje erbij. Let's do it. Oeh, flitsmessen hebben een hele nieuwe kant. Wat doet dit? Nice mod, huh? Oké. Easy. Enhancements incoming! Raketwerpertje. Nice. Oké, schieten, tijd vertragen, skieren, oké. Nou, dit is dus de pub. En dit is dus ook de optionele objective.
glass on that thing! Trespassers! There'll be nothing to see up ahead! Headshot, baby. Hey, die manier is echt goeie, man. Kijk, ik denk wel dat we alles hebben. Top. Ja, ik wist dus oprecht niet dat je gewoon... met dit ding. De tunnelaar. Als je hem volledig in... Kijk, als je hem... Je kan die knoppen, dat is nieuw met de DualSense. Je kan hem indrukken in één keer, maar je kan hem ook half indrukken. En dan hebben wapens dus gewoon oprecht een andere functie in dit spel. Black Star landingsplaats. Het zijn gewoon echt ook de... Hey! Is hij nou in zijn eentje boos? Ja, hij is in zijn eentje boos. De rest boeit het niet. Maar muziek maakt ze dus happy. Oh, nu zijn ze wel allemaal boos. Die is al naar dat. Oké, top. Ricochet is zo gestoord laten. So. Nice. I'm not seeing any booty here. Perhaps there is something we are missing. Kan ik hierin? Ja, dat brengt me naar die secret spot.
top. Maar ik zie hier beneden zo'n... zo'n soort raceje wat ik kan doen met een worm. Ja, nou, dat skateboarden zat in die andere game. En nu zitten er dus soort races in met van die wormen. Wow. It'd be a nice day to fish. Now that booty chest is all ours. A map-o-matic? Sweet. Een kaartomaat. Hey, there's a teleporter. Wat is een kaartomaat? Oh. Dan staat misschien in één keer alles op je kaart? Of zo? Maar dat betekent dat hier ook nog iets is, joh. Dat is die kant op. Oké, en hoe hoor je dat te komen dan? Of moet je die sprong gewoon wagen? Of zo? Bijna Super Mario Odyssey wat ik deed van movement. Maar oké. Dit hoort? Of heb ik het nu gecheat? Strand onderstroom. Is dit hoe je hier hoort te komen? Ik weet het oprecht niet, jongens. Heb ik iets geglitcht? Ik zie hier namelijk nu wel een glitch. Kijk. Ik zie een gat in de muur hier. Hier zit eventjes een gat in de muur. En heel duidelijk ook. Echt zo'n graphic glitch. Dat geeft mij het gevoel dat dit niet de manier was om hier te komen. Ofwel, who knows. Horen hier ook verder niet enemies te zijn dan en zo? All right.
Nee, ik denk het niet. Maar waar is de gouden bout? Hier dus. Yes, yes. Well done. Top, dat was de laatste raritarium. It appears the base of Skull Mountain is just past those wrecked ships. Was dit dan eindelijk alles? Dus zo hoorde ik eigenlijk op dat andere eiland te komen. Let op. Kijk maar, want als je dan nu rechtdoor gaat, dan was je er gekomen. Of zo. Oké, okay, whatever. Het zal wel. Dezelfde graphic glitch blijft, dus het zit gewoon in de game. Terug naar het schip, jongens. Ja man, het is afgerond. Helemaal top. Planeetje afgerond, sneller dan verwacht, though. Laten we naar Sargasso gaan, jongens. Om daar de aflevering te eindigen. Hope everything's good on Rivet's end. The Emperor was bad enough, but now that he has the Dimensionator. We will not lose your friends. So, if Ratchet is an alternate dimension me, and Clank is an alternate dimension you, were we meant to team up too? They do seem happy together. Yeah. Guess being on my own is just what I'm used to. Me too. So maybe this is just temporary. We zijn nu op een heel ander gedeelte van Sargasso. Is all this fighting really necessary? Can't we talk about this over some lemonade? No! The Emperor despises lemonade! Nothing should be sour and sweet! I am done with these guys. Nobody messes with the Morts. The Emperor is truly the worst. What? De supernova storm minigun? Oké, ik kan hem alleen echt nog niet kopen. Ik heb veel voor nodig. Minigun, snelheid, munitie. Damn, sterk man. Come on,
on back for upgrades when you level that up. Oh, my stars! That is a good one! Ooh, ijsplinters die alle kanten op schieten. Dat is nice. En meer bout is altijd groeien. Nou, ik ga eventjes een stukje vechten, jongens. En daarna eindig ik wel de aflevering, want we zijn alweer een tijdje bezig. Geen ammo meer. Do not worry. I am here to help end your life. Ze zijn wel al helemaal kapot. With the Dimensionator. Boom. Blijf liggen. Wat voor trofee zou dat zijn dan? Neutralized. Your friends are safe. Toppie. For now, let's go talk to Mort and find out what's going on. Oh, die arme kleintjes. Oh, Rivet. Sorry you had to come save us again. We tried to hold our own, fixed up the seeker pede and everything. But one of those dimensional thingamajiggers is blocking it from taking off. First off, none of this was your fault. Second, leave the thingamajigger to us. Raise her up! By the way, say hi to Kit. Hey there, Kit. Any friend of Rivet is a friend of ours. Hello. That's Maynard, the Mort's helper bot. He'll lead us to the seeker pede. Cute. We hebben alle spulletjes wel opgepakt, toch? Kijk, dit soort dingen bedoel ik. Jongen, de movement blijft super sick. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. We zijn terug op Sargasso. We gaan verder met het verhaal. Namelijk de zoekpotige gaan wij bevrijden. Die zit vast ergens in zo'n dimensie. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en peace out.